Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Career Mode Special, waarin wij proberen de Champions League te winnen, maar met welk team, dat weten we nog niet. Want Pitbull, a.k.a. Mr. Worldwide, is on a world tour. COVID maakt allemaal niet uit, hij gaat gewoon, hij mag reizen waar hij wil. Hij gaat naar clubs die hij wil, of in ieder geval clubs die hem willen. En zo proberen wij dus elke keer een stapje dichterbij het overwinnen van de Champions League te komen. Het winnen van de Champions League te komen. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Sorry dat deze aflevering wat vertraging had. Ik was de afgelopen week niet helemaal in staat om een sessie van 3-4 uur neer te zetten, waarin we career mode gingen grinden. Op dit moment zitten wij bij Mainz. En met Mainz zijn wij door het vorige seizoen gepromoveerd naar de Bundesliga. Nadat we er al hadden getekend, omdat wij daar, ja, konden tekenen en zo gepromoveerd waren, zo goed als. Dus dat is fantastisch. 2020-21 seizoen. Toen zijn wij, waar zien we dat daar allemaal? Hier bij Sydney. Wat een doelstelling in de playoffs. Nou ja, uiteindelijk gebeurde er eigenlijk helemaal niks. Behalve dat we heel veel wedstrijden gelijk hadden gespeeld, zoals je kon zien. Dan vervolgens gingen wij naar LAFC, waar wij tweede waren geworden. Geen wedstrijd hadden gespeeld, maar waren tweede geworden omdat we daar op dat moment heen gingen. Toen gingen we naar LAFC en hadden wij een behoorlijk goed record. 31 overwinningen, 8 gelijk, 4 verloren. Positie in de MLS, nou, eerste. Winnaar van de MLS, dus zie je dan ook welke prijs je hebt. Ook weer niet. In ieder geval, goed. Wij zitten nu bij Mainz, daar gaan we knallen. We hebben Harley, waar staat hij? Short. Ja, overgenomen van Mainz. We hadden een heel klein beetje getoverd, want voordat we weggingen bij LAFC had ik een transferclausule, een afkoopclausule bedoel ik, gezet in het contract van Short. En daardoor konden wij hem voor 11 miljoen kopen bij Mainz, waar we nu dus zitten. Het team van Mainz heeft een aantal talentvolle spelers, zoals deze rechtsmidden van 19, Short dus, die we nu hebben. Malon, die is prima, niet echt een talent. Stöger, ook prima, niet echt een talent. De rechtsmidden van 26, die echt nog wel een beetje kan groeien. De linksachter, die heel veel waard is. En Sint-Juste en Kilian hier. Maar wij moeten echt een spits gaan kopen. En heb ik daar überhaupt wel transferbudget voor? We hebben 33 miljoen transferbudget. Dat is helemaal niet verkeerd. Een heel groot gedeelte daarvan is dus transferbudget en weinig salarisbudget. Dus dat moeten we misschien een beetje bijschroeven. Wat wij dan gaan doen, is wij gaan kijken naar, vrije spelers die misschien voor een goedkope prijs opgepikt kunnen worden door ons bij Mainz, waardoor wij wat geld kunnen houden en dat dan aan één topper van een spits uitgeven. Dus voordat jullie verder gaan, en voordat ik verder ga, een blauw duimpje nogmaals. Ja, hey, het zou top zijn. En vergeet niet om te abonneren. En laten we er een lekkere, leuke, lange aflevering van maken. En beginnen dus met het vinden van een goede, gratis speler. Ik heb een aantal spelers gevonden. Twee spelers die gratis zijn, Hector Herrera en Casco. Hij is 34, Herrera is 32, maar hij is nog 80 algemeen. En een aanwinst voor ons team, want hij zou gelijk in de basis komen of in ieder geval heel veel spelen. Dan hebben we Aliceda, die op LVA, CAM en in de spits kan. Hij heeft een afkoopclausule van 22 miljoen. Mariano staat te koop van Real Madrid, maar is al wat ouder, kan niet per se groeien. Vlahovic daarentegen, die kan wel groeien, heeft ook een afkoopclausule en staat te leen. Dus misschien dat we dan kunnen lenen, als hij daarvoor open staat. En dat we dan met een optie tot koop in ieder geval zorgen dat we hem op dat moment kunnen kopen. Voor hetzelfde geld zitten we dan niet eens meer bij de club. Maar stel we zitten wel bij de club, dan kunnen we die optie lichten. Ik denk dat dat het meest interessant is. Wie we dus sowieso gaan tekenen zijn Hector Herrera en Casco. Milton Casco. Die echt 34 is, maar oké, prima. Casco hebben we ook binnen en Vlahovic gaan we dus nog eventjes scouten om te kijken of dat wel een goede suggestie is. Snel simuleren tegen Granada CF bij winnen. Zo, had ik niet verwacht. Maar is wel heel erg lekker. We zitten volgens mij ook in een pool met Feyenoord en Burnley. Dus we moeten doorsimuleren. Zij spelen met Toornstra, Burger, Narsing in de spits, Jurgensen op links. Dik advocaat, die weet het niet meer. Wij spelen gelijk, wat heel erg gunstig is. Burnley speelt ook gelijk. We moeten gelijk spelen. Dan zijn we een ronde verder. Hebben we weer wat centjes. Dat is behoorlijk lekker. Laatste wedstrijd uit de poolfase van het toernooi. We spelen gelijk. Wat betekent dat wij door zijn naar de volgende ronde. Granada is misschien ook wel, of is Burnley door? Goed, maakt niet uit. Wij zijn door. We moeten tegen Valencia. Kan ik ook net zo goed simuleren. Want spelers verkopen op dit moment, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Oh, het team wordt inmiddels een beetje vermoeid. Igalo, kom je uit je nest. Kan hij hier spelen? Casco, +3 op die positie. Dat is
Big brain. De volgende ronde tegen Valencia. Die hebben zo'n ontzettend goed team, denk ik. Met Soler, die wel beter is. Allemaal spelers die allemaal beter zijn. Maar goed, Mainz. Je weet het maar nooit, hè. Het kan zomaar. Op strafschoppen. Op strafschoppen raken wij uitgeschakeld. Zijn we uitgeschakeld. Keita, Balde hebben zij. Benrahma, Locadia, Mollet. Apart team heeft Valencia nu. Maar, halve finale van die cup. We krijgen daar weer wat geld door. Ik ben trots op de jongens. Salaris opsplitten vind ik ook helemaal niet verkeerd. We betalen 52.000, wat echt bijzonder veel is. En de transfersom met een doorkoopclausule van 12 miljoen. Nou, dat gaan wij accepteren. Want hij is nu al 12 miljoen waard. Dus op het moment dat hij voor ons tekent, is hij sowieso hoger dan dat. Dat kan niet anders. Oké, Vlahovic heeft het bod om... Ik was aan het zoeken naar een regen... Zweedse spits uit de Serie A. Die kon ik niet vinden. Dus ik denk, nou, dan zoek ik maar gewoon op een Zweedse spits die een bepaalde leeftijd heeft. En toen kom ik deze vrije speler tegen, namelijk Robert Jansson. En als je dan drukt op zijn stat, staat er lenigheid. Nou, bizar balans, bizar versnelling, bizar sprint, bizar schotkracht dribbelen. Ik denk dat dit Ibra is die nu geen club heeft. Nou, jongen, kom maar bij ons. Kom maar bij ons. Kom bij Mainz, gezellig. Hij is 63. Oké, dat is... Niet helemaal precies wat ik had verwacht. Ik had misschien wel wat hoger verwacht. Ik kan gewoon 12 miljoen bieden en kijken wat jullie ervan vinden. Oké, dat uitlenen was helemaal niet nodig. We konden gewoon 12 miljoen bieden. En nu kunnen we dan onderhandelen met hem. En hij wilde net niet komen. Waarom? Geen idee. Lag dat dan echt puur en alleen aan het uitlenen? Het kopen ook goed. Cruciaal. Ja, zeker. Want je staat in de basis, jongen. Hey manager, ik hoop dat je je niet stoort. Maar de spelers hebben me gevraagd met je te praten. Bro, ik heb net tandenveel spelers gekocht. Hoezo ben je ontevreden, Jeremiah? We hebben Vlahovic, we hebben Short. We hebben... Casco op rechtsmidden. Dat is toch fantastic. Tegen Bayern. De eerste wedstrijd van het seizoen. Tegen het superteam van Bayern. En we spelen gelijk. Haha, dat is fantastisch. Dat is goed zeg. Bayern heeft echt een bizar goed team. We spelen gewoon gelijk. Jongen, Mainz. We worden dit seizoen de eerste. En dan gaan we met jullie de Champions League in. En dan is het kaarsje. Dan hebben we gewonnen. Dan is de serie klaar. Ik haal daar zoveel vertrouwen uit dat ik de rest nu gewoon kan simuleren. We hoeven geen spelers meer te kopen. We hoeven ook geen spelers meer te verkopen. Dat gaat allemaal goed. We winnen tegen Hamburg. Dan moeten we tegen Peter Bosch met Bayer Leverkusen. Ja, wat machen ze, Peter? Je kan niet van Mainz winnen, dat weet ik zeker. Oké, verloren. Nee. Munoz, die is 43 miljoen waard. Dat is ontzettend goed. We simuleren het gewoon. Ik wil het niet verkopen. Nee, we gaan lekker een maandje doorknallen. En dan kijken we wel. En dan moeten we ook goed in de gaten houden of er ergens op de wereld een vacaturetje vrijkomt. Bij een club, bij een positie, noem het allemaal op, die gunstiger is dan waar wij ons nu bevinden. Maar dat denk ik niet. Want ja, we verliezen van Dortmund en van Leverkusen. Maar als we nu winnen van Freiburg, dan gaat het gewoon heel erg goed. Dan is het gewoon echt heel erg goed. Nieuwe maand, nieuwe kansen. Het is nu november. Het gaat best wel goed. We zijn veel aan het simuleren. We winnen nu van Hertha. Laten we kijken of we nog berichten hebben of wat dan ook. Nee, we staan zesde op dit moment. Wat erg goed is voor Mainz. Laten we eerlijk zijn. Promovendus. Hebben we goed weten te bereiken. We staan op 2 punten voorsprong nummer 7. Dat zou betekenen dat we nu Europa League zouden spelen. Of volgens Europa League. Of volgens mij gewoon Europa League. Met het team gaat het ook heel goed. We hebben nog steeds heel veel geld, dus dat zouden we kunnen uitgeven. Vlahovic 78, Short 87, dat is bizar. Malong, Herrera, Sint-Juste allemaal 80. Munoz 81, Müller 80. Het groeit gestaag door, dat is erg lekker. Maar de grote vraag, en ik weet niet of we het gaan doen, want ik ben wel gehecht geraakt aan dit leuke, gezellige Mainz. Is er ergens een vacature beschikbaar die ons in een iets betere positie zou zetten? Kijk eens aan. Ik zie hier Bayern, Dortmund, Leipzig, Arsenal. Zo! Chelsea! Everton, Leeds, Liverpool! Hoho. Manchester City, United. Maar dit kan toch haast niet dat wij hier nu al bij kunnen komen. Het idee is natuurlijk dat wij uiteindelijk via bij een club komen waar we mee de Champions League kunnen winnen. Maar dat zo snel zou gaan. En het is een mogelijke vacature. Geen idee of we worden aangenomen of wat dan ook. Maar, Nee. We willen dit seizoen met Mainz willen afmaken. En dan gaan we wel kijken, zodat we wat meer ervaring als coach opdoen. Het moet ook niet te snel gaan, hè. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk voor de serie. Laten we kijken hoe goed we dit Mainz kunnen maken. Misschien gaan we hiermee wel de Champions League in. Als het steeds beter gaat. En dan kijken we dan wel weer. Maar de vacatures die zijn er. Het is nu officieel 1 januari. Gelukkig nieuwjaar. Dat betekent ook een transferperiode. En hoeveelste zijn wij
geëindigd in 2024? Nee, 22. 22 zitten. Het is nu 2023 volgens mij. We staan vierde. We zijn geklommen op de ranglijst. We staan 3 punten op nummer 5. We staan ook slechts 4 punten achter op nummer 1. Dat zijn Bayern en Hertha. Hij is flink naar beneden. Hij is omhoog, ondanks dat hij niet is uitgeleend. Oké. Dit is allemaal niet heel slecht. Zijn er vacatures beschikbaar wederom? Want het seizoenetje Mainz, ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat zij het nu ook nog wel zonder mij zouden kunnen. Ja, Bayern, Dortmund, alle topclubs in Duitsland willen ons hebben. Ik ga er even over nadenken. Ik heb een geschikte club gevonden die wij gaan joinen na een half jaar Mainz. Iets langer dan een half jaar Mainz, want we waren natuurlijk vorig seizoen ook hier geëindigd. Het was een avontuur. We hebben ze op de goede weg geholpen. Ze staan heel hoog. Meer kunnen wij niet voor ze doen. Wij gaan Short weer een contract geven en hem dan een lekkere afkoopclausule doen. Ik weet dat je hem kan releasen van zijn contract en dat je dan hem kan oppikken bij je andere club. Dat willen we niet. Nee. Ik wil mijn oude club wil ik ook wat meegeven, wat geld van de nieuwe club. Dus dat gaan we doen. Ik vind 20 miljoen een geschikt bedrag voor een afkoopclausule. En ook die gespeelde wedstrijden zo mag me allemaal worst wezen. Wij gaan naar een topclub toe. Een club die het lastig heeft, waar het ook nog steeds een uitdaging voor is om de Champions League mee te winnen. Eigenlijk een beetje een meme-club. Mark, deze is voor jou. Arsenal, kom op, let's go. 92.000 per week. Oh, Mr. Worldwide, come on. Boom, boom, boom. Arsenal, wat een meme. Daar zijn we. Beamen, bammen en boom, boom. En dan moeten we één ding doen. Harley Short, waar ben je, jongen? We gaan je opzoeken en kopen voordat we ook maar kijken naar wat we in de selectie hebben. Harley Short. Yes, Short, kom op, kom op. Kom bij Arsenal. Lekkere meme legend. Kijk hem. Mr. Worldwide met dat Arsenal logootje zo op zijn borst. Gang, gang. Gang, gang. Arsenal. Ja, de Premier League. Welkom bij de Premier League, Mr. Worldwide. Dan moet je in één keer heel veel gaan betalen voor je spelers. Harley Short. Derry is. Hoe ziet ons team er nu uit? We hebben hier Vieira staan. Jonathan Vieira. Waarom speel je bij Arsenal? Die is 33. Oké. Thomas Partey, die is wel goed. 29. We hebben El Neni, 30. Helemaal niks aan. Mouassa, die is 24. Die kan nog wel flink groeien. Dus dat is goed. Saka is 21. Die kan ook nog heel veel groeien. Dus dat is ook heel goed. Ginta, hoe duur ben jij? Of hoe goed ben jij? 83, 28 jaar. Holding, Rob Holding, 27. Ook niks. Cedric, heel oud. Bellerabi, heel oud. Maitland Niles is heel goed. Die gaan we gewoon natuurlijk opstellen. In plaats van Cedric, Kolasinac, die moet eigenlijk verhuurd worden. Martinelli is op zich wel goed. Richarlison speelt in de spits. Zie ik nu pas. Die is pas 25, dus dat is ook heel erg lekker. Dan kunnen we Vieira dus vervangen voor Short. En wat hebben ze hier op de bank zitten allemaal? Arsenal! Dit is waarom jullie een meme-club zijn. Moet je kijken. Dit is allemaal... Nee. Oké. Maar dan hebben ze hier nog Erik Dier van 28. Junior Firpo van 26. Tsobo die er speelt van 22. Ocampos die er speelt. Oseetje Toetoetje. Gwendouzi. Hè? Ze hebben zoveel goede spelers. Visie en verwachtingen. Oké. Ja. Twee seizoenen UEFA Champions League. Halve finale. Oké, dat komt wel redelijk in de buurt met wat wij willen. Mr. Worldwide, die heeft daar ook wel ambities naar. Voor de rest geen doelstellingen winnen, beker. Oké. En haal de Champions League. Staan ook 8 punten achter op de nummer 5, op Chelsea. Nou ja, dat is een voorsprong of een achterstand die je niet zomaar inhaalt. En dan staan we ook nog eens 7 punten achter op Manchester United, die Champions League voetbal spelen, plek 4. Dan staan we dus 15 punten op achter. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon helemaal ongelooflijk onmogelijk worden. Oké, het bestuur van Arsenal. Gekkies, wappies. Jullie zijn wappies. Oké, het voordeel van dit Arsenal, en dat hebben ze heel goed gedaan. Richarlison kan nog doorgroeien, is pas 25. Sobo kan doorgroeien, pas 22. Martinelli kan doorgroeien, pas 21. Maitland Niles is pas 25, dus kan ook nog doorgroeien. Firpo kan ook nog doorgroeien. Niet heel veel. Guendouzi, 23, kan doorgroeien. Partey niet, maar Short nu wel. Saka ook. Saka, niet Saka. Dat is deze idioot, die mag lekker verkocht worden. Dus dat gaat allemaal heel goed. We hebben dus eigenlijk alleen een centerback nodig, die nog verder kan doorgroeien, omdat hij jong is. En dan ben je eigenlijk voor de komende jaren klaar. Ik heb hem nog niet gescout, maar ik wil hem gewoon hebben. Bastoni, hoeveel gaan we bieden? 40 miljoen. Oké. Saliba willen ze. En 10 miljoen. Is Saliba zoveel waard, joh? Weet je, ik breek het gewoon lekker af. Ik zie nu dat die Saliba, dat hij nog veel beter kan worden dan Bastoni. Dus die Saliba, die moeten we gewoon lekker opstellen. En die moeten we gewoon lekker beter maken. En als Saliba daar dan zin in heeft, dan kunnen we Saliba gewoon lekker goed maken. Waar ben je? Daar ben je, jongen. Bellerabi.
accepteren. Smith Rowe, lenen. Oké. Okay. Prima. Richarlison, nee, die willen we houden. Jonathan Vieira, jij mag weg wat mij betreft. Ginter willen we ook houden. En Thomas Partey, Partey ook houden. Het grappige is dat Rossi nu 90 rated is. Die is 148 miljoen, maar het speelt nog steeds in Los Angeles. Ja, wereldspeler daar in de MLS. We gaan het gewoon proberen. We hebben hem zelf groot gemaakt. Hij is 90 rated. Hij zou echt niet meer staan. Spelers ruilen. Vleugelspelers. We hebben heel veel vleugelspelers. Ocampos, hem erbij. En een transfersom. Bam. 100 miljoen. 100 miljoen en Ocampos. Ze willen 200 miljoen en Ocampos. Nee, dat hebben wij niet. Rossi is onhaalbaar. Oké. Een ander toptalent dan van Juventus. Het is tijd om die Ljungberg-vibes, die Zweedse vibes daar op de flank bij Arsenal weer terug te krijgen. Transfersom aanbieden. Dit is een speler die we in principe zouden moeten kunnen kopen van ons budget. Ik had niet verwacht dat ze akkoord zouden gaan met 70 miljoen, maar ik heb het ervoor over. Nou, dat zit erop. Het enige wat we nu nog kunnen doen is proberen wat spelers te verkopen die we niet meer nodig hebben. Ja, dat zou fijn zijn als dat lukt. Dat we wat geld hebben en dat we vooral niet heel veel ontevreden spelers hebben. Maar aan de andere kant denk ik niet dat we dit seizoen nog Champions League voetbal kunnen gaan halen. Dat is gewoon onmogelijk. Dat kan niet. Dat is gewoon. Mr. Worldwide is goed, maar zelfs dat lukt mij niet. Nee. Het seizoen zit erop. De laatste drie wedstrijden hebben we gewonnen. Maar als je dan voor de rest kijkt, dit was de finale van de beker tegen City. Hierboven. Die hebben we 2-3 verloren. Daar staat mijn cam nu voor. Southampton verloren. Leeds gewonnen. Gelijk tegen City. Verloren van Liverpool. Gewonnen van Spurs. Dat is een belangrijke pot. En die ook wel gewonnen. Dus al met al, we zijn 7e geworden. 17 punten achter Chelsea geëindigd. De top 3 was echt heel spannend. Liverpool, Tottenham, City. Dat wel. Manager rating is 58. Nou, dat is ontzettend slecht. Wij zullen binnenkort wel ontslagen worden. Er is ook niemand omhoog bijna. Martinelli is omhoog. Short is ook omhoog. Sobo is omhoog. Short is 2 omhoog. 89, dat is erg goed. De verdediging ook bijna niemand. Oei, oei, oei. 57 manager rating. We gaan ontslagen worden. We gaan ontslagen worden. Dit kan niet anders. Seizoen beëindigen. Het zal je niet verbazen dat we niet helemaal tevreden zijn over het seizoen. Wat een groot meer toewijding en betere resultaten van u te gezien. Dat gezegd hebben, we geloven dat u nog een kans verdient. Jullie kunnen mij, Arsenal Meme Club, jullie kunnen mij geen kans geven. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie mij een kans geven als jullie mij een kans hebben gegeven. Dat doen jullie namelijk niet. Pre-season toernooi. Dit ziet er goed uit. Oké, hey. Beam wel met de boom boom. Even trainen, even moreel omhoog, even scherp worden. Pre-season toernooi, we beginnen dus op nul. Even kijken naar de doelstellingen van de club. Kijken of er spelers in één keer met een aflopend contract ergens zijn die we kunnen oppakken. We hebben een verhoging van het transferbudget gekregen. Hoeveel geld hebben we nu? 121 miljoen. Een aantal spelers hebben de club verlaten omdat ze zijn verkocht of zijn uitgeleend. Dus dat is ook heel erg voordelig. Mij maakt het niet uit, bro. Ik moet hem hebben. Rossi, kom maar. Hoeveel willen ze van mij hebben? Het maakt me niet uit. Ik ga ze het geven. Ze willen 227 miljoen. Nou, dat hebben we niet. We gaan onderhandelen met Liverpool over het Sobo. Hij wil weg. Hij is ontevreden. Misschien als we heel veel geld voor hem krijgen, dat we dan Rossi kunnen kopen. Hè? Nieuwe transfersom voorstellen. 87 miljoen. Nee. Doorkoopclausule. Boeien. Nee. Saaf. Ik wil keiharde pesos. Munten. Munten wil ik zien. Oké, 83 miljoen. Zo doen we dat. Als Sobo wordt verkocht, halen wij Rossi. Direct. Dit is, weet ik vrij zeker, de regen van Modric. Dus die zou ik ook wel willen hebben. Lazio, bim bam boom. Kom maar binnen alsjeblieft. Ja, we winnen. We zijn door naar de volgende ronde. 2 keer Thomas Partey. Sobo is verkocht. We hebben er 74 miljoen bij gekregen. We hebben nu ook het talent van Kroatië vastgelegd. Deze hadden we vastgelegd. Een jonge Franse keeper van 72 algemeen. Misschien wel Hugo Lloris. Geen idee. Saliba heeft een transferbod gekregen. Dat weet ik allemaal niet. Dat maakt niet uit. Nee, we hebben 255 miljoen. We gaan het nog een keer proberen. Rossi! Diego Rossi! Zelf hebben wij hem gemaakt. Hè? Wij hebben hem gemaakt toen we bij Los Angeles coach waren. Een paar seizoenen geleden. Transferbod aanbieden. Nog één keer proberen we het gewoon. Hard to get. 170 miljoen. En dan willen ze 220. Nee. Niks daarvan. 184 miljoen. Akkoord. Ja, ze zijn akkoord. Zo, nou, het is een groot verschil tussen vraag en aanbod. Maar, oké.
Hotza 91. Biem bam de boem boem. En ik moet hem toch hebben. Ik moet hem toch hebben. Bastoni, wat een talent. Wat een geweldige speler. Bij Inter, ik ben groot fan van hem. We moeten hem hebben hier bij Arsenal. Bouwen naar de toekomst, dat hebben we nodig. 42 miljoen en 10%. Yes, let's go. Bastoni. Bastonje koeken. We spelen de finale van de Preseason Cup tegen Villarreal. Er zijn een aantal spelers nog steeds niet helemaal lekker in vorm. Noem het allemaal op. Wij verliezen en daar gaat ons moraal en vorm weer. Arsenal, jongen. Doe het eens een keertje goed, man. We gaan beginnen met de competitie en met de kwalificatie van de Europa League. Want we moeten hier de kwalificatiepotten spelen. Nou ja, daar kan ik me... Ik kan me niet voorstellen dat daar iets fout gaat. En met de eerste wedstrijd met 0-4. En we spelen gelijk tegen City, wat ook weer niet slecht is. En deze wedstrijd is zo goed als zeker. En dan moeten we nu de volgende ronde tegen een team uit Ierland, als ik me niet vergis. En waarom spelen we nou weer gelijk tegen Brighton? Nou ja, kom maar op met Liverpool. Dat heeft natuurlijk ook helemaal geen zin. Oh, dat winnen we! Verrek! En dan de laatste wedstrijd in Europa. En volgens mij zijn we dan geplaatst voor de Europa League. Die winnen we natuurlijk. Ja. Ja, volgens mij zijn we geplaatst nu, toch? Stop maar met simuleren. Ja, volgens mij zijn we geplaatst. We zitten in een pool met Legia Warschau, Başakşehir en LASK. Nou, fantastisch. Wat goed. Hey, dat hebben we gedaan. 3 wedstrijden, 5 punten. Waarvan gelijkspel tegen Brighton zonde is, maar die overwinning op Liverpool, die is erg lekker. En mijn managerrating is omhoog. Nou, wat goed. Nee, we verliezen van Leicester. Maar we winnen van West Brom en dan tegen Manchester. Dat is een belangrijke. Gelijk kan ik op zich nog wel mijn leven. Gelijk tegen West Ham is ook vervelend. En dan moeten we tegen Swansea. Laten we dan maar doorsimuleren naar 1 januari 2024. Daar zijn we. Swansea hebben we gewonnen in de beker. Oké, zo. Managerrating zie ik 88. 3 punten achter Liverpool. We hebben 1 wedstrijd verloren. 5 gelijk gespeeld. We hadden dus... Van wie hadden we nou verloren net? Zagen we? We hadden van iemand verloren. Of niet? Van Leicester, 4-3. Dus de enige wedstrijd die we verloren hadden. Wat goed zeg. Die berichten lees ik zo wel. Transfermarkt weer geopend. We hebben heel veel transferbudget over. Omdat we ook veel salarisbudget over hebben. Zo, nou. Daar kunnen we vast wel wat mee. We hebben nog 1 cruciale speler nodig voor de doelstelling. Terwijl we ondertussen dus al met een 88 manager rating zitten. Het team. Zo! Rossi, 91. Nou, dat was hij al. Richarlison, 90. Kulusevski 88, Short 90, Guendouzi's 85, Partey 86. Bastoni en Saliba, die spelen blijkbaar niet heel veel, maar toch ook weer wel, maar toch ook weer niet. Leno 87, die groeit door. Maitland-Niles 83, Maitland. Firpo 85, Martinelli 84, Saka 84, die groeit ook lekker. Coutrone is volgens mij zelfs omhoog. Voor de rest Osei Tutu, die speelt. Zo! Hallo zeg! Hey, dit is goed! Het is alleen Bastoni, die groeit niet zoveel. Maar ik denk dus dat hij niet speelt aan zijn stamina te zien. Oké, fantastisch. Ik zag deze Turkse rechtsachter van AC Milan. Volgens mij speelt hij normaal bij Lille, als ik me niet vergis. Hij is 83, 26 jaar. Cruciaal gaat hij mee akkoord. Ik denk, nou, een klein botje, 40 miljoen. En ze gaan ermee akkoord. Dat is fantastisch. Dan hebben we een cruciale speler rechtsachter. Wat een probleempositie was, omdat Maitland dus niet vaak wordt opgesteld. En... ja, gewoon een goede wisselspeler. Dat dus. Volgens mij gaat het niet slecht. Volgens mij zitten we ook in de finale van de Europa League. En hebben we de finale van de FA Cup gewonnen. Ik had in eerste instantie tot hier gesimuleerd. En we doen het gewoon in 1 keer, want dit seizoen zitten we niet in de Champions League. Dus het had niet heel veel uitgemaakt wat we deden. We winnen die tegen United, neutraal beker. En moeten nu tegen Leverkusen. En we verliezen de Europa League finale. Dat is wel heel zuur. We zijn op 1 punt! Op 1 puntje! En het doelsaldo was wel ten gunste van Liverpool. Maar 1 overwinning had het gescheeld. Een gelijk spel met een overwinning meer. En dan hadden we de Premier League gewonnen. Dat is echt bizar. 92 manager rating, dat is heel goed voor als je een heel seizoen simuleert. Rossi 92, Richarlison 91, Kulusevski 88, Short 91, Guendouzi 86, Partey 86, Maitland-Niles niet gespeeld, Celik heeft gespeeld, die is 84, Saliba 84, Leno 87, Bastoni ook niet gespeeld, Firpo 86, Martinelli 85, Saka 84, Ginter 84, die is ook nog gegroeid, Ocampos ook gegroeid. Wat zie ik zeg. Oi, oi, oi. Ja, heel veel meer hoeven we er niet van te maken dit seizoen. Op naar het volgende seizoen.
waarin we de Champions League gaan spelen. Dat is het belangrijkste. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. 2024-2025, dit is het jaar waarin wij met Arsenal de Champions League gaan winnen. Het kan niet anders. Ik heb er het volste vertrouwen in. We hebben straks een verhoging van het budget dat we nu gaan zien. 226 miljoen hebben we nu. Transferbod van Manchester City, dat hoeft allemaal niet. Bla 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 bla. Richarlison blijft daar lekker vanaf. 91 gerated. Dat is onze spits. 227 miljoen om uit te geven voor echte wereldtoppers die wij nog niet hebben. We moeten scouten. We moeten nu ook zorgen dat we niet spelers verkopen. Dat is niet nodig. We moeten die bank omhoog krikken. Nee, oké. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Geld uitgeven. Dat moeten we doen. Goed shirtje heb je aan. Nou, kijk. Mr. Pitbull Worldwide. Die is er beter op gekleed. Joe Gomez, 27 jaar. Engels. Bij Arsenal. Er stond, heel raar. Joe Gomez heeft een waarde van 84 miljoen. Misschien moet je een bod tussen de 84 en 84 miljoen doen om hem te krijgen. Dus ik bied 84 miljoen. Dat was precies genoeg, oké. Okay. Ik denk dat het een soort van glitch in the system was. Een akkoord. Hatsa, daar is hij, de centerback. Ik denk dat we Tonali gewoon moeten proberen te kopen. Dat geld hebben wij sowieso wel. Hij kan heel veel groeien. Hij is niet beter dan wat we nu hebben. Met Partey en zo. 80 miljoen redelijk aanbod. Oké. Ik denk oprecht dat we met dit team helemaal kant en klaar zijn voor het winnen van de Champions League. Dus ik ga jullie niet te lang bezighouden. Mr. Worldwide heeft één doel en we gaan dat doel nu bereiken. Tenzij we uitgeschakeld worden en nog een seizoen moeten simuleren. Dat kan ook. Maar het spelers kopen, wat dan ook, dat heeft geen zin meer. Door wat hier al staat, dat hoeft niet meer. Dus op naar de Champions League. Is dit eens even lekker? We hebben de pre-season toernooi gewonnen en we hebben de finale gewonnen van Bayer Leverkusen. Wraak voor de vorige keer. We hebben nu een speciale beker tegen Liverpool. Ik denk omdat wij de FA Cup hadden gewonnen of zo. En zij. Of nee, die hadden. Omdat wij een beker hadden gewonnen en zij eerste waren geworden. Die hebben we ook gewonnen. Dus we hebben al twee prijzen te pakken dit seizoen. Oh, Mr. Worldwide. Oh, je gaat zo hard, jongen. Is de loting al bekend van de Champions League? Nee, dat nog niet. We hebben van de eerste vier wedstrijden drie wedstrijden gewonnen in de Premier League. Dat is niet eens heel verkeerd. De loting van de Champions League is ook bekend. En wij zitten in de pool met Barcelona, Ajax en Lokomotiv Moskou. Ajax zouden we van moeten winnen. Locomotief ook. Locomotief ook. Locomotief. Barcelona wordt wat lastiger. Maar goed, dat zou zomaar kunnen. En dan gaan wij de Champions League in. Eindelijk met Mr. Worldwide. Voor het eerst de Champions League in. Kunnen wij hem ook voor het eerst winnen? Kunnen wij ons laten zien op het internationale podium? Het grootste podium ter wereld. Snel simuleren de eerste wedstrijd in de Champions League ooit voor Mr. Worldwide. Beckham, Pitbull, bam, 3-0. Short scoort twee keer. Ons talent die over de omheen toe is gegaan. Ja. En Barcelona heeft gewonnen van Ajax, wat in principe wel gunstig is. Dan gaan we thuis tegen Barcelona. Ze hebben Chilwell, Coutinho, Nketiah, Dembele, Aouar, Neves, Militao, Süle, Ter Stegen, Bailey. Een heel erg talentvol team met ongetwijfeld hooggewaardeerde spelers. Maar ze winnen ook. Een rare samenstelling van spelers. Ajax wint ook van Lokomotiv. En dan de wedstrijd tegen Ajax. Ze hebben Dabur, die Israëlische spits. Timber, Kleiber, Tagliafico, Ekkelenkamp. Ja, natuurlijk veel jeugdspelers van Ajax die we nu ook kennen. Die niet een stap hoger op hebben gedaan. Thuis tegen Ajax, wij winnen. Dit zijn belangrijke drie punten in de pool. Nu spelen wij thuis. Oh, ik dacht dat we net thuis speelden. Nee, nu spelen wij thuis. Net speelden we in Johan Cruijff Arena. Ajax wordt thuis met 4-1 verslagen. Guendouzi twee keer. Ja, laten we Richarlison ook wat rust gunnen. We zetten de Cutrones zitten we erin. Die valt elke wedstrijd in aan zijn scherpte te zien. Tegen Lokomotiv moet je gewoon winnen. Ook met een aantal spelers die niet in je baas zouden staan. Iedereen is alsnog heel erg goed. De Cutrone. Zo, die choked. We verliezen van Lokomotiv. Ik kom terug van het toilet en het is januari 2025. Gelukkig nieuwjaar. We hadden van Barcelona gewonnen in de Champions League. We hebben verloren in de competitie van Leicester. Gelijkspeel tegen Everton. Wat betekent dat wij op de tweede plek staan. Wel 9 punten achter City. Dus de Premier League winnen, dat gaat heel erg lastig worden. Hoe staat het met het team op dit moment? Manager rating is niet zo heel erg goed. We hebben net natuurlijk een aantal andere spelers opgesteld. Richarlison 92, Rossi 92, Kulusevski 90, Short 92, Guendouzi en Tonali. Partey 88, die blijft groeien terwijl hij 31 is. Heel erg bizar. Celik is 86, Saliba 85, Leno is ook omhoog, Firpo's 88. Holy shit. Wij moeten tegen AC Milan. Zo, dat is een lastig in de laatste 16. Hier zie je in het groepsfase, we zijn op 1 punt achter Barcelona geëindigd. De eerste wedstrijd, geen persconferentie nodig. We spelen dus thuis tegen AC Milan, Suarez. Ik weet niet of dat de Suarez is. Ik denk niet. Alaba, die kennen we. Theo Hernandez is heel goed. Dagba is volgens mij goed.
Ja, ik weet het niet. We gaan het meemaken. 3-0. 3-0. Zo, Richarlison twee keer de eerste helft. Kulusevski om het af te maken. Dat is heel erg lekker. Ook voor die uitwedstrijd die eraan gaat komen. Uit AC Milan winnen we ook. Wie is de volgende tegenstander? Wordt hier zo bekendgemaakt? Uit Beker tegen City nu. Nummer 1 van de competitie. Winnen we ook. Goed, we moeten tegen Atletico. Zo, dat is een flink potje. Kom maar binnen. We gaan je kantelen. Thuis, dat is voordelig. Zij hebben João Felix, Dolberg, Pogba, Lodi, Diego Carlos, Jiménez, Arias, Oblak. Ze hebben gewoon een heel goed team, dat Atletico. Thuis, gelijk. Oh, dat is niet heel voordelig. We moeten dus winnen van Atletico. Of met meer dingen gelijk spelen. Oei. Kom op. Ze hebben een aantal spelers gewisseld, zie ik hier volgens mij. Kom op. Kom op, boys. Gunners. 4-0. Richarlison hat-trick. Oh. Oh mijn god, we moeten tegen United. We moeten tegen United in de UCL. En we twee dagen daarvoor een neutraal beker tegen Chelsea. Ik denk dan dat de finale is van de FA Cup misschien wel. Die verliezen we. Ik hoop dat de computerspelers rust heeft gegund. Ik hoop dat niemand geblesseerd is. Manager rating van 67, dan gaat ineens zo hard naar beneden. Thuis, tegen United. Beste 11 opgesteld. Komt u maar. 2-1. Overwinning. Heel belangrijk. De halve finale dus. De tweede leg. Tegen United. Als we winnen, staan we in de finale. Kom op. Gelijk. Kom op. Ja, dat is ook voldoende. Kom op. Fuck yeah. Let's go. Kom op. Tegen wie moeten we in de finale? Tegen wie moeten we in de finale? Ik zag dat niet. Ik was niet aan het opletten. Tegen wie moeten we in de finale? Tegen wie moeten we in de finale? Tegen wie moeten we in de finale? Volgens mij, als we nu simuleren, dan zou er moeten staan wie de... Leverkusen? Huh? Oké, nou, we simuleren door tot aan Leverkusen. We hebben nog 3 wedstrijden in de Premier League. We hebben de afgelopen 3 wedstrijden volgens mij gelijk gespeeld. We winnen van Aston Villa en de laatste wedstrijd winnen we van Leeds. Oké, Leverkusen. Leverkusen? Huh? Peter Bos? Bosbal? Ik kan niet voorstellen dat wij deze finale... Ze hebben een match in de spits. Dat wij deze finale verliezen van Peter Bos. Op penalties! Ja, op penalties! We winnen op penalties! Statistieken. We winnen! We hebben gewonnen! Mr. Worldwide heeft het gedaan! Oei, we zijn tweede geworden. Dat wel, dat is een keurige prestatie. Manchester City met kop en schouders erbovenuit. De reservekeeper die heeft 4 wedstrijden gespeeld. Plus 2, Leno plus 3 dit seizoen, terwijl hij 33 is. 90 rated. Saka is hetzelfde gebleven. Firpo plus 2. Ginter plus 1, terwijl hij 31 is. Andere speler, Bastoni, toch nog 20 wedstrijden gespeeld. Plus 1. Gomez 61 wedstrijden gespeeld. En Saliba 59. Celik heeft 64 wedstrijden gespeeld. Maitland-Niles 21. Ik denk dat hij dan als wissel heel vaak is ingebracht. Celik 86. Uiteindelijk goed dat we hem hebben gekocht. OC Tutu. Wat een meme. Party plus 2 terwijl hij 31 is. Tonali plus 2. Guendouzi plus 2. Short 93. We hebben hem overal mee naartoe genomen. 69 wedstrijden gespeeld. 21 doelpunten. Harley Short. Je bent een legend. Een van de beste voetballers ter wereld. En een Australiër waar we zijn begonnen. Willock plus 2, maar die is uit. Die heeft maar 6 wedstrijden gespeeld. Rossi 93, die we natuurlijk zo hadden getraind in LA. En nu bij ons 63 wedstrijden heeft gespeeld. Martinelli plus 1. Kulusevski 90 rated. Richarlison 93 rated. Oei. Heeft een de Europese schorsing 2 wedstrijden. Ik weet niet hoe dat komt. Heeft hij in de finale waarschijnlijk iets geflikt. Misschien dat het daarom zo lastig ging, dat hij rood had gekregen heel snel. Wat een team. Dit was het avontuur van Mr. Worldwide, a.k.a. Pitbull. Ik hoop dat jij hebt genoten. Blauw duimpjes top zijn. Vergeet niet op te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Voor alle Arsenal fans, deze is voor jullie. Mark, I see you, man. I see you. Ik ben benieuwd naar wat voor ideeën jullie kunnen achterlaten in de comments voor een volgend avontuur. Laat het weten en wie weet doe ik dat wel. Heel bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe.